In het boek 10 minuten en 38 seconden van Elif Shafak wordt de hoofdpersonage Leyla Tekila begraven op het begraafplaats der Vergetenen in Istanbul. Dit is omdat haar familie niets meer van haar wil weten. Gelukkig had ze nog 5 vrienden die alles op alles wilden zetten om een mooie begrafenis voor haar te regelen. Maar wat als je niemand hebt om de begrafenis voor jou te regelen? We hebben hier in Nederland de Stichting De Eenzame Uitvaart. Dit zorgt ervoor dat als jij niemand hebt om voor jou een begrafenis te organiseren, dat dat alsnog wordt gedaan. Vandaag ben ik op begraafplaats Sint Barbara om Joris op te zoeken en verder te vragen over deze mooie stichting. Hallo Joris. Hallo Naas. Hallo, dankjewel dat ik hier mag zijn bij Sint Barbara. Mm-hmm. Wil je met mij wandelen? Heel graag. Top. Joris, jij werkt voor Stichting De Eenzame Uitvaart. Hoe is dat tot stand gekomen? Ik ben de coördinator. Er is een voorganger geweest, Frank Starik, een bekende kunstenaar. En die heeft het hier in Amsterdam opgezet. Toen hij hoorde dat er dus mensen zijn die geen nabestaanden hebben of geen nabestaanden die zich om hen bekommeren, dat die gewoon op een achternamiddag onder de grond eigenlijk worden gestopt zonder enige ceremonie. Toen heeft hij gezegd tegen de gemeente, waarom zetten we niet een groep van dichters op die voor deze mensen bij toerbeurt een gedicht schrijven en voorlezen. En dat vonden ze hier een heel mooi idee. En ja, zo is het begonnen. Hij is zelf inmiddels overleden, Frank Starik. En hij wilde graag dat ik het van hem overnam. Dus mooi. Zo, ja. Ja, hoe gaat zo'n uitvaart te werk? Ja, ik word gebeld. En je weet nooit wanneer. Dat is altijd het verrassende. Het kan elk moment zijn. Dan krijg ik een naam door en soms een woning. Maar niet altijd. Het kan ook iemand zijn die in de bosjes in een tent woonde, heb ik een keer gehad. Of iemand die in het water heeft gelegen. Het kan van alles zijn. Als er wel een woning is, ga ik zeker er naartoe om met de buren te praten, om toch een beeld te krijgen. Want ik sta daar uiteindelijk met een kist, met iemand die ik totaal niet ken. Maar ik wil wel alles gedaan hebben om die persoon in die korte tijd die ik heb postuum te leren kennen. Het is ook heel confronterend, want je staat als een soort van wild vreemde in het huis van iemand die er weliswaar niet meer is, maar ja, die eigenlijk spiritueel voor mijn gevoel nog wel aanwezig is. Maar toch heb ik dat liever dan wanneer ik helemaal niks zou weten van iemand. Maar dat is dus hoe het gaat. Telefoontje, ik ga nadenken welke dichter zou hierbij kunnen passen, die dichter moet kunnen. Ik ga nadenken over muziek, want ik zoek ook 3 muziekstukken uit. En dan ben ik hier vaak nog geen week later. Die waren ook heel geliefd door de community, dus iedereen kende ze ook wel. Wat is een uitvaart die jou het meest is bijgebleven van deze uitvaart? Ze zijn altijd allemaal wel indrukwekkend, maar ik denk, als ik het zo ineens moet zeggen, ik heb een keer een romp moeten begraven van een vrouw. Ja, dat was gewoon heel bizar. Dat was natuurlijk een moordzaak. En op dat moment wist niemand wie dat was. Toen later bleek dat zij vermoord is geweest door haar echtgenoot. Toen heeft die familie contact met mij opgenomen. Want dat gedicht, dat had ik toen zelf geschreven, het gedicht. Omdat vanwege dat politieonderzoek, toen wilden ze ook dat ik de enige was, zeg maar, die erbij was tijdens de uitvaart. Dat gedicht, dat om een of andere reden, het is gewoon stom toeval geweest, had ik de Griekse mythologie erbij betrokken. Voor die familie, ja, die zijn echt door een hel gegaan. Toen bleek wat er echt gebeurd was en dat zij degene was die in stukken was gesneden. Dat gedicht, ja, dat had hun heel veel troost gegeven. En zij bleek ook, ze was kapster van beroep en haar kapperszaak was ook vernoemd, heette Medusa. Wow. En zij was ook heel erg in Griekse mythologie geïnteresseerd. Oh, dat vind ik echt meant to be. Ja, toen is ze alsnog gecremeerd. En toen hebben ze mij gevraagd om bij die crematie te komen en dat gedicht nog een keer voor te lezen. Dat is dus een van de weinige momenten dat je ook feedback krijgt voor wat je doet. Of, yeah. Wat heel vaak zeggen mensen, ja, het is heel mooi wat je doet. En ja, dat is het ook. Het initiatief is geweldig. Maar je hoort het natuurlijk nooit van de mensen voor wie je het eigenlijk doet. En in dat geval wel, want er waren ineens alsnog nabestaanden. Nou, en in deze velden worden dan de mensen begraven.
En dat zijn algemene graven, maar hier liggen dus ook mensen tussen die een eenzame uitvaart hebben gekregen. Maar wat nou mooi zou zijn, als jij een keer zou willen zingen daar, ja, tijdens een eenzame uitvaart. En dan dat zou ik super graag willen. Ja, want als ik dan bijvoorbeeld een keer hoor van een overledene, waarvan ik denk, nou, dat zou echt heel erg passend zijn als jij dat doet. Dan zou je dat ja, willen doen? Ja, tuurlijk. Heel graag. Oké. Okay. Ik zou het ook nu kunnen doen. In zijn algemeenheid, voor de mensen ja, die er al begrijpen. Ja, dat zou heel mooi zijn. I don't count the equation of hard truth, hard life, good story. Is that why they don't want this to get better? Exotic when it's good, foreign when it's bad. No, I'm dead. I'm not even here now. You're seeing things, but you see me. Now that's unique. Who do you think you are? Changing my view on mankind. Many kind, but maybe you are.